trots van het dorpje Drempt, gelegen aan de weg van Doesburg naar Keppel, is het unieke middeleeuwse kerkje. Vreemdelingen kijken er met bewondering naar, maar ze kennen niet de klacht van de kerkgangers die de preek van dominee Christensen door de grote nagalm nauwelijks kunnen verstaan. Grote lappen glaswol brachten daarin wel verbetering, maar esthetisch waren ze geen succes. Dominee Christensen vroeg zijn zuster, de Oosterbeekse kunstenares Gunhild Christensen, om advies. En het resultaat is, na overleg met TNO en Monumentenzorg, dat vele gemeenteleden uit Drempt nu bezig zijn met het knopen van Noorse tapijten om de echo te bestrijden. Wij komen hier dus om de tapijten te knopen voor de geluidsverbetering in onze kerk. Tot nu toe hebben wij het moeten stellen met deze verschrikkelijke lappen van glaswol, die een uitstekend akoestisch effect hebben gehad, want onze nagalm die is uit de kerk verdwenen, maar het is een heel lelijk gezicht. En nu zijn wij dus blij dat zoveel mensen bijeenkomen vanavond om zelf te beginnen met het knopen van tapijten. Nadat juffrouw Christensen hen de eenvoudige oud-Laplandse wijze van knopen heeft geleerd. 10 tapijten van ieder 2 bij 3 meter met bijbelse motieven zullen het resultaat zijn. Elk knoopje heeft de kunstenares uitgetekend en deze tekeningen zijn voor alle medewerkers een grote steun. U zit hier nu met al die ondergrondstramine voor de tapijten voor zich. En nu gaan we elkaar leren hoe of we daar de steken op moeten maken. Ik geloof dat het beste is dat iedereen de dozen open heeft voor zich. En we vinden daarin de kluwens met de verschillende kleurmengsels. Die zijn heel ingewikkeld bij elkaar gezocht. En iedereen heeft zo'n kaart. Althans, bij iedere baan is er zo'n kaart. En die corresponderen met die zakjes met de kluwens erin. Om een latje heen wint u de wol. De latjes hebt u al gezien. En zodra de wol gewonden is, dan kan die aan de bovenkant doorgeknipt worden met de scharen die daar liggen. En als we dan de draadjes los hebben liggen, dan beginnen we helemaal links in de hoeken van die kleden met de eerste steken te maken. Heeft iedereen naalden? Heeft iedereen alles wat hij nodig heeft? Heeft iedereen alles geprobeerd om een steek te maken? Ik kom eens even kijken naar die steken die daar staan. Dat de keuze viel op Noorse tapijten komt omdat juffrouw Christensen in de nieuwe kerk van Bodø in Noord-Noorwegen er zulke goede resultaten mee had gezien. De Noorse wol is sterk en mooi en de kleden krijgen vooral door de hoge polen extra glans. Ondanks de hulp van de zijde van Monumentenzorg moest er toch een fonds komen. Dit fonds is evenwel nog niet groot genoeg om de onkosten te bestrijden. Je draait de wol en dan wordt het zo krinkelig. Moet je zien hoe netjes op dit gaat. Maar kijk eens, hier is nog één vergissingje. Hier moet eigenlijk een regel helemaal doorgewerkt worden tot het eind. Dus hier mogen de gemengde kleurtjes, pakken jullie de echteste gemengde kleurtjes uit de doos. En wees daar niet schuw voor. Oh. Altijd doorwerken, doorwerken. Oh, en dit steekje is iets te stijf. Ja, maar dat is... We alleen maar het witte doen. Ja, maar dat mag niet. Oh. Moet doorgaan. Oh. Goed. Uiteindelijk doen wij het hier in de kerk ter ere van God. Wij maken hier de symbolen uit de Bijbel op deze tapijten. En we kunnen ons voorstellen hoe het eruit ziet wanneer al deze prachtige tapijten hier komen te hangen. Ik denk dat we later met vreugde in de kerk komen als wij dit zien. Na deze eerste les gaan de Drempenaren de donkere nacht in naar huis. Ze zijn gegrepen door de gedachte nu eens met eigen handen iets voor hun kerk te kunnen doen. Hetgeen toch altijd nog meer aanspreekt dan het storten van een gift zonder meer. Zo wordt dit kerkje door de ijverige gemeenteleden niet alleen verfraaid, maar ook verbeterd.